Op vrijdag 18 februari liepen 20 medewerkers van Schiphol mee in de Wheel of Energy voor de strijd tegen kanker. Motivatie is onze collega Josephine van Hees. Ik fiets mee voor mijn collega Josephine. We lopen vandaag eigenlijk vanwege een collega van ons die helaas ook met deze ziekte kanker te maken heeft gekregen. En we wilden eigenlijk iets bedenken voor haar. En ja, ik dacht, het antwoord ligt voor de deur van Schiphol. Op dit moment draait een fantastisch Wheel of Energy. En ik heb gevraagd aan in ieder geval de afdelingen waar onze collega heeft gewerkt. Of zij mee wilden doen of in de vorm van een sportieve bijdrage in het Wheel of Energy. Of anders een donatie. Ik ga meedoen, al heb ik een vroege dienst gehad. Ik was om 4 uur op, om 5 uur begonnen. En dus even gelopen, viel een beetje tegen, maar dan ga ik maar weer verder met fietsen. The Wheel of Energy is een initiatief van Richard Botram, die het wiel een jaar lang draaiende wil houden op Schiphol. Richard loopt zelf dagelijks een marathon in het wiel. Ik vind het heel erg leuk. Ik heb echt zoveel respect voor Richard, die er elke dag de marathon loopt. Het is ongelooflijk, wat een prestatie. En ik ga hem zeker nog de komende maanden superveel aanmoedigen. Ook meelopen in het wiel tegen kanker of een donatie doen? Kijk dan op wheelofenergy.org.